dagwoord van zaterdag 14 november uit Psalm 92 vers 6. Hoe groot zijn uw werken, o Heere, zeer diep zijn uw gedachten. Hoe groot zijn uw werken, o Heere, zeer diep zijn uw gedachten. En het leerwoord uit 1 Timotheus 6 vers 15 en 16. De koning der koningen en de Heere der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een toegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan, hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. De koning der koningen en de Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een toegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan, hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Hemelse Vader, u van wie de kracht en de heerlijkheid zijn tot in eeuwigheid. Voor uw troon van genade komen we wederom vanmorgen, Vader, u lovend en dankend om wie u bent. Omdat wij zonder u, o Heer, niet kunnen bestaan. En Vader, we bidden vandaag dat dat besef tot elke ziel doordringt, o Vader. Dat er zonder u geen leven op aarde bestaat. Omdat u de wereld geschapen heeft naar uw beeld en gelijkenis. En daar willen wij u voor danken. En in die gedachte, met die gedachte, willen wij dit weekend ingaan om na te denken wat het betekent om een Heer als u te hebben. Om een Heer als u te dienen. Die alles geeft, die alles voorover heeft, die alles schenkt en alles goed maakt. Als wij u daartoe de gelegenheid geven, was ons schoon, Vader. Heilig en reinig ons en vervul ons met uw kracht van liefde, uw kracht van genade en uw kracht van heil. Dank u daarvoor, Vader, in de naam van Jezus. De opgestane Heer en Heiland. Amen, ja, amen.